Zij net ook al van we staan echt op een kruispunt. Van waar kiezen we nou voor? En we, volgens mij voelen we allemaal aan, en dat wisten we ook al voor corona, dat we in een economie leven die werkt eigenlijk tegen mens en planeet. Hm. En we moeten naar die economie die werkt voor mens en planeet. En wat je daar echt voor moet doen, is die systeemwijziging van veel meer kapitaal gaan belasten en veel minder uh, arbeid gaan belasten. En juist investeren in die mensen en niet een soort van kapitaal luik zijn wat we nu in, uh, in Nederland zijn. En ons gewoon keihard die crisis. Uit investeren en ook in die mensen willen investeren. En die systeemwijziging, die hebben we wel echt nodig. Ik, ik heb vorig jaar heb ik een uh, initiatiefnota mogen verdedigen in de Tweede Kamer. Dat ging over sociaal ondernemen, maatschappelijk ondernemen. Uh, en uh, daar hebben wij opgeroepen om sociale ondernemingen beter te erkennen en te herkennen. En dat betekent dat overheden die willen samenwerken met maatschappelijke ondernemers, dat die uh, ze kunnen herkennen. En dat ze kunnen zeggen: ja, met jou en jou wil ja. ik samenwerken. Want jullie. Ondernemen op een maatschappelijke manier. Daarnaast is mijn collega Joël Voordewin bezig met een initiatief op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want wij vinden dat iedere onderneming de morele plicht heeft om in zijn keten te kijken of er geen uitbuiting mm. plaatsvindt. En of niet, kindjes in Bangladesh jouw witte t-shirts, snel euh, Dan moet je die kunnen uitsluiten. Nou, ik, vind, ik, ik, ik zou zeggen dat we dus meer onderscheid maken in bedrijven die niet het goede voorbeeld geven, dat we die dus ook eh, straffen. Het voorbeeld was net eigenlijk, kan mm -hmm. je soms bedrijven die het goed doen dan ook belonen? Volgens mij is dat precies hier wat je zou moeten doen. Dat doen we in die CO2-heffing. Ik denk dat je dat op meer vlakken zou kunnen doen. En ik denk dat het heel verstandig is dat we op die manier ook laten zien aan al die andere bedrijven. Jongens, als je je best doet, en je doet op deze manier, en draag je bij aan de klimaatdoelen van Nederland, dan zijn wij ook je vriend. En dan helpen wij jou ook om jouw bedrijf nog mooier te maken. Maar misschien ook al vaker ja. Diverse supplier te zijn, uh, nog bij andere connecties binnen te komen. Ja. Ik bedoel, je kan als overheid daar, denk ik, veel meer doen dan je nu doet. Ik denk uh, vooral nou, dat ik heel graag heel veel visie wil zien. En uh, veel meer bold statements eigenlijk gewoon dat je juist die voortrekkersrol uh, uh, in de politiek wil zien. Dus juist Nederland als, uh, als voortrekker. En uh, nou, dat vond ik wel leuk om vanavond ook te zien.